aftrapwedstrijd Rijnvogels DVS 33 hier van start gegaan in Katwijk. Heiko Epe. Maurice de Ruiter, Benjamin Roemion. Kan dat doorgaan? Gaat er zelf door. Frank Heus daar. Maakt de 1-0-1 hier. Geen buitenspel. Leek even dat, dat Frank Heus niet aan die bal mocht komen van Roemion. Maar hij pakt die bal af en scoort in de derde minuut de 0-1 hier voor DVS 33. Frank Heus. Keeper kon de bal net niet pakken. Zo verdwijnt de bal achter keeper Peter Messenmaker en komt DVS 33 hier op een 0-1 voorsprong al vroeg in de wedstrijd. Roald de Vries met de ingooi. 16 minuten onderweg. Stand 0-1. Voordeel van DVS. Frank Heus. Joran Pot. Frank Heus. De bal achter hem. Goed daar teruggeknokt. Kai Velda. Frank Heus. Kai Velda. Kai Velda. Oh, dat is een mooie bal nog steeds. Ja, dat is de 2-0. De 0-2 moet ik zeggen. Hij leek niet goed aan te komen, maar Benjamin Roemion herstelt daar die bal die hij krijgt van Kai Velda. En zo is het in de, na 17 minuten voetballen. Hier 0-2 in het voordeel van DVS 33. Terwijl we hier heerlijk onder de paraplu staan. Die wordt vastgehouden door onze stagiaire vandaag, Edmund Meijner. Was niet helemaal 100% in het veld, maar voor ons 120% als stagiair. Benjamin Roemion, 3 man voorbij, schiet die bal tegen de paal. Wat een actie daar, naar binnen gekomen, Benjamin Roemion. Goed daar, Kai Velda. Roald de Vries. Mooie bal daar van Joran Pot. Maurice de Ruiter, Maurice de Ruiter, 16 meter binnen. Bal gered door Peter Messenmaker in de korte hoek. Koen Vloedgraven, Kai Velda, Maurice de Ruiter. Goeie bal op Frank Heus, keurig, geen buitenspel. Gaat de 16 meter binnen, moet gaan scoren op de voeten van keeper Peter Messenmaker. 100% kans hier voor DVS. Laat Frank Heus liggen. Joran van Zanten terug op Daan Huiskamp. Daan Huiskamp, oh, daar redt hij zich in tweede instantie. Kan dit nog een keer, derde instantie. Hij maakt zelf een fout, maar herstelt dat tot 2 keer toe ontzettend goed. Gaat daar ook wel, houdt er wel een blessure aan over. Gooit daar zelf de bal over de zijlijn. Hij heeft verzorging nodig. Opnieuw een corner voor Rijnvogels. Opnieuw Mart Spierdijk. Komt die bal. Gevaarlijk wordt hij daar ingekopt. Loopt daar zo tegen het... Wordt doorgekopt en valt op een hoofd van een speler van Rijnvogels. Ik heb niet gezien wie, maar dat horen we ongetwijfeld later. Komt die bal? Oh, gevaarlijk daar hoor. Pieter van der Breggen kopt op de lat. Kai Velda. Maurice de Ruiter. Mooie bal. Frank Heus. Frank Heus moet het gaan afmaken. Oh jongens. Dat is heel erg jammer voor DVS. Zo valt die derde goal nog niet voor DVS. Dit was weer een grote kans voor Frank Heus. Daan Huiskamp. Denise Bas. Kopt die bal daar goed door. Mooi meegenomen door Benjamin Roemion. Benjamin Roemion gaat schieten. En schiet hem fantastisch binnen. De allerlaatste minuut van die wedstrijd. Beslist DVS het hier met een fantastische aanname. Hij neemt hem mee en schiet hem in de hoek waar de keeper niet bij kan. Dus zo stelt DVS in de laatste minuut hier die zegen veilig. En die 3 punten gaan mee naar Ermelo. Maar wat hebben ze het ongekend spannend gemaakt in de tweede helft hier. Zo komt DVS, zoals ik al zei, op een 1-3 voorsprong. Doelpuntenmaker Benjamin Roemion.